Dus ik zeg, geniet van jullie dag, vul hem in met een lach. Doe lief tegen iedereen. Ze nou, ik dacht dat niet, ik zeg, ik moet niks. Het enige wat ik moet is overleven. Ik zeg, en daar ben ik mee bezig. Ik zeg, zou jij ook moeten doen. Hey, hallo lieve vrienden. Ja, ik zie er niet uit, maar dat maakt er niet uit. Nee, dat kan de pret niet drukken, nee hoor. Astrid die is al aan de gang. Ik ben al met de was bezig geweest. Ik heb de hondjes al uitgelaten, et cetera. Maar waarom ik er zo nog uitzie? Nou ja, ik wil mijn haar weer even bijkleuren. Ik heb gisteren van die handschoentjes gekocht. Wel heel erg duur, maar ja, wat doet het ertoe? Je hebt het nodig, ja. En die, als je haar verf koopt, dan zitten er wel van die plastic handschoentjes bij. Maar ik heb een hekel aan die dingen, want dat gaat weer van je af. Nou, kan je net zo goed niks om doen. Maar dan krijg je, of wat voor kleur je ook mag hebben, krijg je die kleurhanden ook. Nou, dat wil je niet hebben, nee. Dus ik heb nou maar van die handschoentjes, ja, daar zit helaas poeder in. Maar ja, je moet toch wat. Ja, en ze waren nog schreeuwend duur ook, ben ik ook niet gewend, maar ja. In ieder geval, ik heb weer 100 paar en ik kan weer even vooruit. Ik heb mijn haar tenminste weer wat soneren. Lekker even poedelen en wassen, de rest heb ik al gedaan. Nou, mijn haar nog. En dan kan ik hem ook weer keurig netjes opmaken. En dan is dat weer ook gedaan. Ja, en ik heb dan lekker nog een bakje koffie enzovoort. En straks als Astrid weg is, dan heb ik de tijd voor mezelf en dan ga ik lekker mijn haartjes doen. Wordt ook wel weer even tijd. Eventjes lekker kleurtje erin, even in laten trekken en dan daarna lekker uitspoelen en wassen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ja. En de dames, ja, huisje wel tevreden zou je zeggen. Ik weet niet eens niet waar Rijka is. Ze was buiten, maar ik denk dat ze nou in de mand ligt. Elving daarentegen legt onder de stoel zoals gewoonlijk. Gaan we even op zoek waar Rijka is. Ja, daar is ze. Mijn meisjes. Was je uitgespeeld met je doos? Daar ligt de doos. Ja, mag ze mee spelen, hè? Mag ze kapot maken. Joho! Dus. Maar oké, ja, lieve vrienden, dus het komt allemaal wel goed. Ja hoor, jullie kunnen me... Ja, nou ja, ik weet niet of ik me vandaag nog opmaak, maar in ieder geval lekker mijn haar. Het gaat wel gebeuren, ja, want het ziet er niet uit, het wil niet zitten zoals ik wil, het is stug, ja. Moet even gedaan worden. Dus ik zeg, geniet van jullie dag, vul hem in met een lach. Doe lief tegen iedereen en geef elkaar een omhelzing en geef elkaar een kus. Ja, mag allemaal van mij. Ja, mag allemaal. En wat een ander zegt, moeten ze zelf weten. Ja toch, doe wat jij wilt, doe wat jij goed dunkt. Zo is dat. Ze zeggen tot later op deze dag. Doei! Zo, ik heb mijn haren weer helemaal gedaan. Dan moet het nog uitgewassen worden, maar het moet eerst natuurlijk intrekken. Maar ik denk, ik laat nog eventjes weer wat van me horen naar jullie. Ja, want anders zitten jullie zo lang zonder mij. Maar in ieder geval, ik heb het net gedaan, dus ik heb gewoon even een oude trui aan die ik normaal eigenlijk in bed aan heb. En ik heb het koud, want het was ook koud in de douche, want het raam stond open. En daar kan ik zo min tegen, hè, als het in de douche koud hield. Het is nog niet warm te noemen buiten, nee. En de wind staat op die kant. Maar ja, dan is Astrid boven bezig geweest en die zet het raam open. Nou, die heb ik liever nog dicht. Het is enkel de wasmachine die draait. En als het droger draait, dan moet die al wel open. Want ik heb de condensdroger, maar in ieder geval... ik
heb gauw even dicht gedaan. Ik denk, ik moet het straks wel behagelijk hebben als ik mijn haren uit ga spoelen en alles. Ja, je staat er dan half bloot. Ik denk, nou, weg. Daarom, ik denk, doe een oude trui aan. Dat is een beetje warmer dan half bloot te staan. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, we zijn er gewoon weer. En ja, iedereen ziet er wel eens natuurlijk eruit. Ja, zoals ik. Nou ja, even je haartjes doen en dan kun je weer op knappen heen gaan. Ja, toch? Ja. Is het lekker, Rijka? Ja, hè? Ik heb een kippenpootje gehad, maar die grote dame die daar nou ligt, uit de eethoek, die heeft zo'n ding zomaar op. Maar Rijka niet. Nee. Doe het wel eventjes voordat ze dat op heeft. Wel leuk, maar ze zijn zo lief. Ze zijn zo lief. Het zijn twee engeltjes, behalve Rijka, die heeft er af en toe zo'n een B ervoor. Ja, dat kan ik bij Alwing niet zeggen, dat die er een B ervoor heeft. Maar oké, maakt niet uit hoor. Nee, ze zijn gewoon allebei hartstikke lief en ik ben stapeldol op ze. En ook op mijn poezebeestje, kan dat of ja, ben ik ook stapeldol mee. Degene die aan mijn diertjes komen, die komen naar mij en als ze niet opletten, hebben ze mijn wandelstok in de nek eigen. Want oh wee, als ze maar met één verkeerde vinger mooie diertjes aanraken, nou, zijn ze niet jarig. Ze mogen ze wel aanraken, maar op een lieve manier en niet slaan of weet ik veel wat. Nee, want dan ben je aan het verkeerde adres bij mij. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga weer even verder aan deze kant met andere dingetjes te doen. Ik heb mijn koffie voor me klaarstaan. Ik heb even wat lekkers gepakt, want ik ben een beetje flauw. Nou ja, dan moet je toch even wat nuttiger. En ja, ik heb gewoon weer eventjes pindaknabbels gepakt. Ja, lekker. Lekker peu. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ik ben weer keurig netjes en klaar. Mijn haar is natuurlijk nog nat en alles. En ja, ik heb een versteviging in. Als het helemaal droog is, kan ik het weer even uitkammen en wat haarlak erin doen. Maar oké, ik moet er straks nog ook met mijn woefwaffies er weer tussendoor uit. Ja, dat komt allemaal wel goed. En dan ben ik morgen in ieder geval weer netjes en schoon. En fris en fruitig als ik op visite ga bij mijn broer en mijn schoonzus. Waar ik dus niet mag vloggen. Nee, mag ik niet filmen. Nee, willen ze niet hebben. Aan de ene kant begrijp ik het ook niet, want ze maken wel foto's. En dat zetten ze ook op media. Dus film of foto. Wat voor wat voor verschil zit daarin? De ene is bewegend. En je kan praten, je kan leuk doen, je kan gezellig doen, je kan gek doen, weet ik veel wat allemaal meer. En foto's, idem dito, er wordt gewoon een fotoshoot voor je gemaakt. Ja, maar ja, ik ben ik, zij ze zijn. Ja, simpel. Vandaag was trouwens ook eentje in de familie jarig waar we geen contact mee hebben. En dat is onze oudste broer. Ja, de oudste, maar... al jaren niet meer gezien. Als ik hem hier tegen zou komen, zou ik het bij ogen belaagd niet weten of het hem is, ja of nee. Die zal misschien wel iets herkennen, maar ja, er lopen er zoveel rond van dat soort, weet je. En hij woont hier niet, hij woont altijd in Rotterdam, Schiedam, die kanten op. Maar hij is van de aardbodem verdwenen, wij weten hem niet meer te vinden. Dus beste lieve broer Dick Makelaar, als je kijkt, mocht kijken, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, ik vergeet het niet hoor. Nee, ik weet ook niet hoe oud je bent geworden. Ik geloof dat je 7 jaar verschilt met Koen, maar ik weet het niet. In ieder geval, ik hoop dat je een fijne dag mocht gehad hebben en nog mag hebben. Ja, mocht je dit al zien. En als er iemand is die jou kent en mij kent en mij wel volgt en jou gewoon per telefoon volgt of zoiets, geef het dan door. Ja. Oké, lieve vrienden, ik ga weer verder aan deze kant. Ik ben boven weer met de was bezig geweest. Het zit alweer in de droger en een paar dingen hangen op de douche, waar de douchegordijn aan behoort te hangen, die ik niet heb, aan dat ding.
En een paar dingetjes hangen over het traphek te drogen. Nou ja, dat moet kunnen. Vind ik zonde om dat in de droge te doen. Trouwens, zonde. Het kan niet in de droge, het mag niet in de droge. Nee. Dus ja, er zitten enkel dingen in wat wel erin mag. Dus komt helemaal goed. En morgen komt ook die droge. Ja, hangt dan een knaapje te drogen in de douche. Mijn bruine jurk, die wil ik weer aan. Morgen. Ja. Dan kan deze ook weer in de was, want deze wordt ook een klein beetje, ja, niet dat hij vuil is, maar smoeselig. Komt omdat je dieren hebt. Ja, ik draag het niet echt vuil. Ik mors er niks op, want ik heb een schort om als ik met eten bezig ben, maar mijn diertjes komen niet bij me. Nou ja, hè, dat op die manier. Maar oké, lieve vrienden, ik zou ook bezig met een vlog in elkaar te zetten, dus daar begin ik ook mee. De beginselen en dan drink ik mijn koffie op en dan ga ik mijn hondjes uitlaten. Er komt geen goede tijden, slechte tijden, dus we kunnen in één keer doorrammen. Ja, gewoon aan de slag ermee. En dan moet ik nog eten zien klaar te maken. Ik had al het een en het ander wel klaargezet, maar dat is om linzensoep te maken, maar dat staat me tegen. Ik heb nog nooit van mijn leven linzensoep gegeten. Daarbij zijn oranjeachtige, gelige, weet ik veel, echte splitterten. Ik heb nog nooit van mijn leven dat gekookt. Nee, dat was in mijn dromen altijd voor de snert. En nou weet je, ik denk, ik heb het nog nooit gehad. Ik moet het eerst maar eens proeven van iemand die het gemaakt heeft. En dan kan ik zeggen van ja, ik kan het zelf ook eens een keer gaan maken, maar ik ga het nou zo doen. Ik ga er wat anders van maken. Die splitterten die geef ik gewoon weer weg. En van de groente wat erin zit, maak ik gewoon wat anders van. Ja, daar kun je van alles en nog wat mee uitspoken. Ja, toch? Dus ja, wat het gaat worden, weet ik niet. Nee, dat zoeken we uit. Dat vinden we wel uit. Ja. Dat ben ik weer. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ik wens jullie alvast een hele fijne, liefdevolle avond, want het is 17:58, bijna 6 uur. Dus smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst voor jullie allemaal. Ook namens Elwing, Rijka en Kandal die boven op mijn bed ligt te slapen. Daar boven, boven de keuken, ja. Dat... Ook namens de beestenbolders en geniet ervan. Doe lief voor elkaar, met elkaar, tegen elkaar. Geef een omhelzing, kruip elkaar aan, geef elkaar een kus. Geef elkaar een knuffel, waar dat nodig is. En komt het allemaal weer goed, toch? Ja. En wat een ander zegt, niks van aantrekken. Doe wat je zelf wilt. Ja. Gewoon doen wat je zelf doen wilt. Ja, dan doe je het pas goed. En niet wat een ander zegt van dit moet en dat moet. Nee, je moet niks. Ja, eten, drinken, naar de wc, twee dingen. Dat is wat men moet om te overleven. Gisteren werd het tegen mij voor het eerst gezegd. Waar is uw mondkapje? Heb ik niet. Ik heb er wel een jaar hier al hangen, maar ik heb hem nooit bij me. Want ik hoef dat niet. Nee. Maar ik was ook, mijn pasje had ik niet bij me. Waarom? Omdat het niet de bedoeling was dat ik een winkel in zou gaan. Want ik was naar de dijk gegaan. Ik was naar het Churchillpark geweest. Ik was de Kwelderduin in geweest. En zo zou ik weer, hup, naar huis toe. Maar toen dacht ik aan die handschoentjes, van ik wil mijn haar doen. Nou, toen kwam ik bij Big Bazaar en ik zet zo mijn booster naar binnen. Maar verder ga ik niet, want ik zit de kast aan juffrouw en ik vraag aan haar. Hebben jullie dat ook? Ja, hebben we. Ik zeg, oké, dan wil ik er een pak van hebben. Nou, en ik heb gewoon gelijk betaald. Nou, dan hoef ik verder die hele winkel niet door, nee. Maar als ik de winkel naar binnen had gewild, had ik een mondkapje moeten dragen. Ik zeg, nou, ik dacht dat niet. Ik zeg, ik moet niks. Het enige wat ik moet is overleven. Ik zeg, daar ben ik mee bezig. Ik zeg, zou jij ook moeten doen? Ja, maar de volgende keer neem ik mijn pasje gewoon hopelijk mee, want ja, die hangt hier. En ja, die moet je bij je hebben als je naar de winkels toe gaat. Deze kant. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien zo. En dan draai je hem om en dan staat daar de rechter allemaal op. Nou, dat kun je op de site van de overheid vinden. Print hem uit.
Knip hem op maat. Siel hem in. Zet er een gaatje in met zo'n gaatjesgeval. Weet ik veel hoe dat ding ook alweer heten mag. Sleutelring eraan en zo'n dingetje eraan. Nou, voilà. Ik hang hem dan aan, of aan mijn ketting als het warm is. Ik kan hem zo aan mijn ketting hangen. Maar ik ga er niet mee te koop lopen. Vind ik niet nodig. Ik heb ook papieren in mijn portemonnee. Nou, die krijg je zeker maar te zien. Als er eentje is met een BIG-registratie. Verder niet. Nee, dat begrijp ik niet aan. En iemand die geen BIG-registratie heeft, die hoeft het niet te weten. Zo simpel is dat. Maar oké, gedaan de zaken in de keer. Was gisteren, we leven nu vandaag. En we gaan op naar de volgende dag. En dat is zaterdag. Dus zeg lieve vrienden, geniet. En ik vergeet jullie niet.